Goedemorgen, broeders en zusters. Goed om elkaar weer te ontmoeten. En we hebben ook mooie liederen gezongen. Ja, dat moet je ook altijd maar weer uitzoeken, hè? Wat je gaat zingen en zo. En ja, dan zijn er toch altijd wel mooie dingen die je zingt. Ook zo met zo'n laatste lied natuurlijk. Eigenlijk een gebed naar de Heer toe. Leer mij uw weg. En dat onder alle omstandigheden. Ik dacht, ik wil vanmorgen een beetje pessimistisch beginnen. En dan hoop ik een beetje optimistisch te eindigen. En pessimistisch omdat we iets gaan lezen uit Prediker. Het eerste hoofdstuk daarvan namelijk. En ik denk dat u wel weet, hè, dat het boek, Bijbelboek Prediker, dat met name de dingen beschrijft die onder de zon zijn, onder de hemel. En ja, het beeld wat je dan krijgt als je het helemaal gelezen hebt, ja, dat is dan toch wel van, het is hier niks, het was hier niks, het is hier niks en het wordt ook nooit wat. Hè? En dat wordt ook eigenlijk wel in dat eerste hoofdstuk wel, ja, onderstreept. Daar staan de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Eén en al vluchtigheid, zegt Prediker. Eén en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? Generatie gaat en generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder, ze hijgt naar haar plaats waar zij opging. Hij gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Draaiend, draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om te gaan. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er zijn, wat er plaatsvindt, dat zal plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. En ook aan latere die komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik legde mij met mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart. Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit najagen van wind is. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed. Tot zover deze woorden van Prediker. En zo gaat het eigenlijk maar door. Als je het hele Bijbelboek leest. En het is aan de ene kant is het misschien een wat pessimistisch, treurig boek. En aan de andere kant is het ook een heel mooi Bijbelboek. Omdat het ja, toch wel de realiteit beschrijft van het leven waar we in staan. De wereld waar we in staan. En dan met name alles wat die wereld te bieden heeft. En ach, weet je, mensen zijn druk bezig om voortdurend iets nieuws te ontdekken. Bepaalde processen in een nieuw jasje te gieten. Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al mee. Die processen die waren er al.
Het is ja, uiteindelijk niks nieuws. Het brengt je ook niet verder. En dat is misschien wel ja, de grootste valkuil voor de mens en voor de mensheid. Dat die denkt van jongens, met deze wereld waarin wij hier leven, daar kunnen we het mee redden. Die wereld die moeten we bewaren. Hè? Want stel je voor dat het helemaal fout gaat. Of dat het fout gaat met het klimaat of noem het allemaal maar op. Kijk, de grote boodschap van Prediker is, het wordt gewoon niet beter. Ik weet niet of u een tijdje terug op televisie gezien hebt. Dat was even een klein interview van mevrouw Merkel. Die was op bezoek in zo'n rampgebied, weet je wel, waar al die overstromingen geweest waren. En nou ja, het eerste wat ze zo'n beetje zei was dat dit vanwege de klimaatveranderingen is. En wij moeten toch wel onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Dat werd eigenlijk meteen zo gezegd. En het was wel grappig, de burgemeester van dat plaatsje stond erbij. En die plaats was dus gewoon verswoenden, hè? Op zijn Duits. En die man zegt van, nou, in 1700 is er een overstroming geweest. In 1800 is er zo'n overstroming geweest. Vorige eeuw hebben we nog zo'n overstroming gehad en nu weer. En je zag het gezicht van Merkel betrekken. Die filmpjes kun je nog wel terugvinden hoor. Gewoon in de officiële media. Hè? En dat laat ook wel zien van ja, jongens, en dat zegt die man met zoveel woorden, er is gewoon niks nieuws onder de zon. Wat doen we nou moeilijk over? Vanmorgen zat ik in de auto hierheen en toen luisterde ik naar Vroege Vogels, een stukje. En dat ging over de biesbos. De biesbos bestaat 600 jaar. Dit jaar. En daar hadden ze ook een historica hadden ze erbij en die vertelde dat in 1621, 1623 en 1627 dat de hele biesbos onder water gestaan heeft vanwege grote vloedgolven en dergelijke en heel veel hemelwater. En dat had alles te maken met dat toen de tijd de wereld een stuk warmer was en die was weer aan het afkoelen. Ze zei nog, het is algemeen bekend dat in de middeleeuwen het hier veel warmer was dan nu. En wij ons maar druk maken. Want dat moet. En daarom is zo'n Bijbelboek Prediker is eigenlijk zo mooi. Dat je gewoon even bepaald wordt ja, bij de realiteit. En die is misschien ook niet altijd even leuk. Laten we wel zijn, want het is, dat hebben we wel gelezen, het is allemaal uitermate vermoeiend. Maar het is wel realistisch wat er staat. En er is niks nieuws onder de zon. De dingen gaan zoals ze gaan. Dat heeft nou eenmaal te maken met de wereld waarin we leven. Het is een boek van Prediker. En dat is wel mooi om daar heel even bij stil te staan. Wie was eigenlijk Prediker? We gaan er over het algemeen van uit dat het Salomo is. En nou, dat moet ik u ook maar meteen zeggen, daar ga ik ook van uit, dat het Salomo is. Maar je kunt dat eigenlijk ook wel afleiden vanuit ja, de wijze waarop hij zichzelf omschrijft. Er staat in het eerste vers de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. En er staat in vers 12, ik Prediker was koning over Israël in Jeruzalem. En daarmee hebben we eigenlijk meteen de identiteit vastgesteld van de Prediker. En die Prediker is een zoon van David, dus het was niet David of een van zijn voorgangers. Maar het was een zoon van David. Hij was in ieder geval koning in Jeruzalem. Maar dan staat er ook nog iets bijzonders in vers 12 dus. Hij was koning over Israël in Jeruzalem. En als je na David gaat kijken welke koningen er allemaal koning waren over Israël in Jeruzalem, dan is er maar één koning voor wie dat geldt en dat is Salomo. Want meteen na Salomo, toen zijn opvolger kwam, toen scheurde het rijk in twee koninkrijken. Het zuidelijke rijk Juda en het noordelijke rijk Israël. Alleen alle koningen over Israël vanaf dat moment waren koning in Samaria en niet in Jeruzalem. Dus feitelijk is er maar één koning na David geweest die over Israël heeft geregeerd in Jeruzalem. En dat is Salomo. Dus ik denk dat we wat dat betreft gerust kunnen vaststellen dat we hier met Salomo te maken hebben.
Hij noemt zich de prediker. We weten van Salomo dat hij heel veel wijsheid heeft gehad. Dat heeft hij ook gevraagd aan de Heer. Dat was voor Salomo overigens geen garantie dat het allemaal goed liep in zijn leven. Uiteindelijk is hij tot afgoderij vervallen, notabene. Maar goed, toen had hij er ook wel zo'n 40 jaar regeren op zitten. Prediker staat er. Die uitdrukking prediker is een beetje, ja, een beetje willekeurig. Die schijnt bij Luther vandaan gekomen te zijn. Prediker, of Luther, die noemde dit Bijbelboek Prediga. En daar komen wij dan met prediker vandaan. Als je kijkt naar de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel, dan heet dit boekje Kohelet. Nou, dat klinkt al heel anders dan prediker, hè? En dat Kohelet, dat is in het Grieks vertaald, even moeilijk doen, Ecclesiastes. Oh ja. Ik weet niet of je wel eens een Engelse Bijbel hebt doorgebladerd, maar als je de Engelse King James versie leest, dan staat daar niet het boek Preacher of Proclaimer of wat dan ook, maar dan staat er Ecclesiastes. Dus daar doen ze ook gewoon echt moeilijk in Engeland. Hè? In de King James versie. Dus dan hadden wij vanmorgen Ecclesiastes 1 gelezen. Nou, Kohelet, dat komt van een werkwoord kahal en dat betekent roepen. En het zelfstandig naamwoord kahal betekent gemeente. En dat geldt dus ook voor die naam van dit Bijbelboek in de Engelse vertaling, Ecclesiastes, dat betekent eigenlijk letterlijk van de gemeente. Dus dan moet je natuurlijk hier niet denken aan de gemeente, het lichaam van Christus, zomaar even in de eerste plaats. Hè? Maar dan moet je hier denken aan de gemeente die gevormd wordt door het volk van Israël. Dat was een gemeente, een gemeenschap. En daartoe behoorde de prediker. Dus het heeft iets met roepen te maken. In Kohelet, dat komt van kahal. En dat betekent dus roepen. En dat kahal, dat herkennen wij een klein beetje, met een beetje goede wil, in het Engels, in het woordje to call. He, roepen. Het gaat om een stukje roepen wat hier gebeurt. En hier is iemand aan het roepen die behoort tot de gemeente van Israël. Hij was notabene de koning, de hoogste persoon. En hij riep. Nou, als je in Bijbelboeken of in woordenboeken van de Bijbel, van de Bijbelse taal gaat zoeken, dan kom je nog wat andere vormen tegen. En één daarvan is bijvoorbeeld dat Kohelet betekent de verzamelaar van zinnen. Maar goed, hij heeft ze dan wel weer vervolgens uitgeroepen. Nou, die schrijver, Salomo, die zegt ook iets over zichzelf, over hoe hij te werk is gegaan. Je kunt in vers 13 lezen: ik legde mij met mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. En dan zegt hij, dat is een treurige, letterlijk een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen heeft gegeven om zich ermee te vermoeien. En hij zegt, ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de aarde, onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Oftewel, er gebeurde zo ontzettend veel, maar we schoten er niks mee op. He, dat is ja, een soort van conclusie die prediker trekt. Vanuit zijn wijsheid, vanuit alles waarmee hij heeft geprobeerd te doorgronden hoe alles werkt. En het is wel grappig hoor, als je prediker doorleest, dan zie je dat hij ook werkelijk alles zo'n beetje geprobeerd heeft. Hij heeft ook bijvoorbeeld heel veel wijn gedronken, om eens te kijken van, nou, hoe gaat dat dan? Hè? Nou, daar kwam hij ook wel achter, ook dat was allemaal najagen van wind. Het schiet allemaal niet op. He, en nogmaals, dat is misschien een hele trieste conclusie, maar ja, zo werkt het. He. Je kunt zeggen, er komt toch wel iets tot stand. Ja, er komt wel wat tot stand, maar het schiet niet op. Je komt er gewoon niet verder mee. He, en alles ja, waar we mee bezig zijn hier in de wereld, dat is pappen en nat houden en zien dat we het onderhouden. Maar ja, er komt een keer een eind aan. He. Dus één ding
zegt prediker, en dat is dat de aarde in ieder geval nog blijft staan. Nou, dat is dan in ieder geval wel fijn. Goed, prediker leert ons ook het een en ander. En dat zie je ja, ook in dat eerste hoofdstukje, zie je dat terug in dat gedeelte vanaf vers 5, of eigenlijk al vanaf vers 4. Daar staat generatie gaat. Het zal u vast opgevallen zijn dat ik alle cursieve woorden even overgeslagen heb toen ik dit voorgelezen heb. Want ja, ik dacht van, ik doe dat niet altijd, maar ik dacht van nou, weet je, dan komt het nog veel treffender, komt het eigenlijk over. Generatie gaat, generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder, ze hijgt naar haar plaats waar zij opging. Hij gaat naar het zuiden, draait naar het noorden, draaiend, draaiend gaat de wind, al draaiend keert de wind terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om te gaan stromen, hè, om te gaan. Nou, wat je hier wel in terugvindt, dat is in ieder geval één heel belangrijk kenmerk. En dat verklaart ook ontzettend veel van hoe het eraan toe gaat in deze wereld. Eén belangrijk kenmerk van onze wereld, en dat is dat we leven in een wereld die gekenmerkt wordt door een kringloop. En daardoor kom je steeds bij hetzelfde terecht. En daarom kun je ook gerust zeggen, dit of dat, het was er al lang. Hier wordt gesproken over de grote kringlopen. Wij hebben natuurlijk zelf persoonlijk elke dag ook een kringloopje. Want we worden elke dag wakker en we leven en we gaan 's avonds slapen en we slapen en we worden de volgende dag weer wakker. En zo gaat dat een leven lang door, 365 keer per jaar. Het is gewoon uitermate vermoeiend allemaal. Zo gaat dat. Hè? En zo heb je zo'n kringloop. En hier ook, ja, de ene generatie komt en de andere die gaat. En hij zegt, de zon, hè, die komt op. En de zon gaat weer onder. We hebben vanmorgen al gezongen. De zon komt op. Maak de morgen wakker. Ja, elke dag doet hij dat. En die zon die gaat weer gauw naar de plek waar die vandaan kwam. En dan gaat die weer op. En zo gaat het elke keer maar door. Het zou toch te gek zijn als de wetenschappers nu in deze tijd zouden zeggen van, tjoh, er is toch wel iets bijzonders met de zon aan de hand, zeg. Want hij komt elke dag op. Nou, dan zeggen wij van, ja, maar dat was altijd al zo geweest. Er is niks nieuws onder de zon. En het gaat over de rivieren. Rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daar keren ze naar terug. Ik was 2 weken terug in Oostenrijk. En stonden we op een gegeven moment even bij de, misschien sommigen van u zullen dat wel kennen, de Kriemler-Wasservelle. Niet de, nou laat maar zitten. De Kriemler-Wasservelle. En ja, wij hadden steeds onderling een woordgrapje daarop, dat het de Himmler-Wasservelle waren, maar goed, de Kriemler-Wasservelle. En we stonden daar en op het moment dat wij daar stonden, stond er aangegeven bij een groot apparaat, dat op dat moment 6000 liter water per seconde voorbij ging. 6000. Moet je het voorstellen. Dat kun je bijna niet voorstellen. En toch is het zo, want het stond daar. En dat gaat maar door. En wij zeiden nog tegen elkaar, waarom houdt het nou nooit op dan? Want het gaat maar door. Ja, waarom gaat het nou altijd door? Ja, dat heeft te maken met hoe prediker het hier beschrijft. Dat water dat stroomt en uiteindelijk komt het in de zee en het verdampt. En het komt als bolletje weer terug en het sneeuwt en zo. En daarboven heb je dan nog een gletsjer. En daar komt dat, en zo gaat het maar door. Er komt gewoon geen einde aan. Zo is dat zeg maar ingesteld, in werking gesteld. Prachtig om te zien, maar ja, uiteindelijk natuurlijk ook gewoon heel vermoeiend allemaal. Hè? Want zo gaat dat maar. Er wordt hier trouwens ook nog iets gezegd over de wind. En ja, dat vond ik toch wel, ook wel weer iets bijzonders. Er staat namelijk in vers 6, hij, wind is mannelijk, hè? Hij gaat naar het zuiden, draait naar het noorden, draaiend, draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind terug. Nou, dit betekent precies wat er staat. Het gaat hier over de wind en de wind kan alle kanten opgaan. Maar
als je deze woorden leest, dan is het ook wel weer iets moois. Er zit ook iets verborgens in. En nogmaals, ik maak er even wat van, hè. Het is zoals het hier staat, hoor. Dus zo is het ook bedoeld. Maar het is wel mooi om te weten dat het woordje wind, dat de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, wordt het vertaald met geest. Je kent die woorden wel. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis was op de vloed. En dan staat er, en de geest van God zweefde boven de wateren. En daar staat precies hetzelfde woord wat hier vertaald wordt met wind. De geest. En uiteindelijk staat er ook dat die wind, die geest, terugkeert. Dat wil zeggen naar de plek waar die vandaan kwam. En waar kwam die nou vandaan? Nou, hier staat in vers 6 en het begin, in vers 6, daar staat, hij gaat naar het zuiden. Nou, dat betekent dat hij uit het noorden komt. En eventjes overdrachtelijk gezien, het noorden, dat is de plek waar God woont. Ver in het noorden, daar staat de troon van God. En zo zou je dat ook even kunnen zien hier. Daar komt de wind vandaan. En draaiend keert hij weer terug. Dat woord terugkeren, dat betekent bekeren. Dat wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel om Israël op te roepen tot bekering. Bekeren. Dus die wind keert terug. Een tijdje terug heb ik hier ook gesproken en toen ook even stilgestaan bij de werking van de geest in het leven, in de taak en de bediening van de Heer Jezus. En dan ontdek je dat de geest daar een soort hoofdrol in speelt. Want toen de Heer Jezus geboren werd, toen hij verwekt werd, werd hij verwekt uit de Heilige Geest. Je zou zeggen, daar was de wind, de geest, vanuit het noorden naar het zuiden gegaan, hier op aarde terechtgekomen, in de Heer Jezus. Maar wat doet de geest? De geest keert altijd terug. Net als de wind. Dus de Heer Jezus werd geboren uit de Heilige Geest. Toen hij groot geworden was, 30 jaar, werd hij door de geest naar de Jordaan geleid. Daar werd hij gedoopt. En werd hij gezalfd. Want de geest kwam op hem. En vanaf dat moment was hij ook de gezalfde. En vervolgens werd hij door de geest naar de woestijn geleid, staat er. Werd hij 40 dagen verzocht. Daarna werd hij door de geest naar Nazareth geleid. En daar sprak hij, en het eerste wat hij zei was, de geest van de Heere, Heere is op mij. En dan lees je later in de Bijbel, Hebreeën, dat de Heer Jezus Christus zich door de geest als een smetteloos offer heeft geofferd. En in 1 Petrus 3 lees je dat door de geest de Heer Jezus Christus levend gemaakt is, opgestaan is uit de dood. En vervolgens is hij naar de hemel gegaan en heeft, voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, heeft hij 40 dagen lang gesproken over alles wat het Koninkrijk van God betrof. Maar er staat bij in Handelingen 1 dat de woorden waren van de Heilige Geest. Dus die geest, we zien in ieder geval in de schepping waarin we zitten, zien we beelden. Die kringloop van onze schepping geeft ons ook iets van een beeld weer. En hier is dat dan heel mooi als het gaat over de wind. Maar zo kun je het ook hebben over de zon. De zon die eenmaal op zal gaan, maar dan de zon van gerechtigheid, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is de wereld. De wereld waarin we leven. Die wereld, zegt Paulus in Romeinen 8, die is aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. En dat schiet daarom niet op. En wat dat betreft, zoals het hier dan staat, vluchtigheid, weet je, dat is het kenmerk van deze schepping. U kent denk ik nog wel de oudere of de voorgaande Bijbelvertalingen, vertaling die we altijd gebruikten, de NBG-vertaling. En dat begon anders, weet je nog wel. Daar stond niet een en al vluchtigheid, maar daar stond ijdelheid der ijdelheden. En dan nog een keer, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdel. NBG-vertaling. Hier staat een en al vluchtigheid.
En ik moet eerlijk zeggen, vind ik toch een beetje jammer. Want ijdelheid der ijdelheden zegt wel even iets anders. He? Dat snap je wel, dat is een uitdrukking. Je komt in de Bijbel vaker dit soort uitdrukkingen voor. Er wordt in de Bijbel gesproken over het heilige der heiligen. Dat betekent dat is de allerheiligste plek. Er wordt gesproken over de koning der koningen en heren der heren. Dat betekent het is de allerhoogste koning. En als hier staat de ijdelheid der ijdelheden, dat betekent dat dit is het meest ijdele wat je je maar enigszins kunt voorstellen. En dat is een veel krachtiger zegswijze dan een en al vluchtigheid. Het is zo verschrikkelijk ijdel, zinloos, vruchteloos, dat prediker er haast geen woorden voor heeft. Maar goed, hij schrijft er toch een boek over vol. In het Hebreeuws staat hier Abela Abelin. Ijdelheid der ijdelheden. En Abela, daar hoor je de naam Abel in. En Abel, dat is ook het woord dat hier gebruikt wordt. Als je in de grondtaal vluchtigheid opzoekt, dan kom je bij Abel terecht in Genesis 3 en 4. Abel was de tweede zoon van Adam en Eva, hè, weten we nog. De eerste zoon, dat was Kaïn. En Kaïn betekent verworven, verkregen. En de tweede zoon die ze krijgen, tenminste de tweede zoon die genoemd wordt, die heette Abel. En dat betekent dus wind, adem, ijdel, zinloosheid. Je zal je kind maar zo noemen. En daarna, u weet hoe het gegaan is, hè? Abel werd vermoord door Kaïn. Daarna kwam Seth. En Seth betekent de plaatsvervanger. Weet je, als je die drie namen uit het begin van de Bijbel op de schepping van toepassing brengt, dan zie je daar een prachtige lijn in. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. God heeft zichzelf een wereld, een schepping verworven. En Kaïn betekent verworven, verkregen. Die schepping wordt duisternis. Die wordt woestheid en ledigheid. En vervolgens wordt die schepping herschapen naar de wereld zoals we die nu kennen. En dat is een wereld van de kringloop. Vandaar ook al die kringloopwinkels tegenwoordig. Dat is een wereld van de kringloop, gekenmerkt door de kringloop. En daar staat de naam Abel boven. Abel wordt uiteindelijk vermoord, daar komt een einde aan. Dat komt ook aan deze wereld zoals die nu is. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, plaatsvervangend voor deze oude. En daar staat Seth, als het ware, boven. Ergens zijn al die dingen die prediker hier schrijft, die zijn geweldig en ze zijn realistisch en ze beschrijven precies hoe het eraan toe gaat. En dan ontdekken we dus zinloosheid, dat eigenlijk het grote punt is. Als u even meeleest, ik lees even een paar versen. In het derde vers, daar staat: welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? In vers 9, daar staat: wat er geweest is, zal er zijn. Wat er plaatsvindt, zal plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. En in vers 14, daar staat: ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het zijn drie teksten waar steeds staat onder de zon. Komt wel 25 keer voor in het boekje Prediker. Dus hij beschrijft hoe het er hier aan toe gaat onder de zon. En ik zou eigenlijk willen zeggen, als je het helemaal laat afhangen van alles wat zich onder de zon afspeelt, dan heb je geen hoop. Dat is een hopeloze toestand. Het brengt ook niets voort, want het is een vruchteloze toestand. Maar wat wij aan het begin van de Bijbel al ontdekken, dat is dat Abel vervangen wordt door Seth. Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Maar broeders en zusters, er is wel nieuws boven de zon. En dan kom je bij de Heer Jezus Christus terecht, waar eigenlijk Seth ook een beeld van is. De plaatsvervanger. En wij mogen het verwachten
van die plaatsvervanger, van de Heer Jezus Christus. Van degene die boven al wat is, gesteld is. Het houdt niet op bij de wereld waarin we nu leven. En die wereld, ach, die gaat waarschijnlijk nog wel een tijdje door. Die gaat ook nog wel een tijdje mee. We hoeven echt niet bang te zijn dat in 2050 dat de boel verwoest is of bekeken is. De wereld gaat minimaal nog 1000 jaar mee. Dat heeft God allemaal zo ingesteld. Dus dat gebeurt ook. Wat een ander er ook van mag vinden. God doet dat. En die hele situatie van hoe het er nu aan toe gaat hier in de wereld. Ja, daar kunnen we het niet van verwachten. Daar moeten wij onze hoop ook niet op stellen. We moeten onze hoop stellen op de verhoogde. En ja, ik wil daarvoor toch nog even naar het Nieuwe Testament. Naar de brief van Paulus aan de Filippenzen. Want Paulus, die leefde in diezelfde wereld als waar wij in leven. En Paulus die heeft ook te maken met de toestanden die gepaard gaan en die voortkomen uit die wereld. In Filippenzen 4, vers 11, en vooropgesteld, Paulus schrijft dit natuurlijk in een bepaalde context. Hij is gevangen in zijn eigen gehuurde woning, heeft huisarrest. En hij schrijft daarover in vers 11, halverwege dat vers. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Er staat eigenlijk zoveel van, ik heb geleerd om in dat waarin ik verkeer tevreden te zijn. Nou, wij zouden dat een beetje breder kunnen trekken. We zouden kunnen zeggen van ja, wij leven hier in deze wereld. En wij mogen gewoon leren om tevreden te zijn met de omstandigheden waarin we verkeren. Omstandigheden zijn de dingen die om je heen staan. En een groot deel daarvan is onlosmakelijk verbonden aan deze wereld waarin het gewoon nooit beter wordt. We hebben het wel eens over de gebrokenheid van de schepping. Nou, inderdaad. Daar hebben we inderdaad mee te maken. Soms veraf, maar misschien soms ook wel heel dichtbij en soms gewoon in je eigen lichaam. Verbrokenheid. Paulus zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Je zult Paulus werkelijk nooit tegenkomen in zijn brieven als iemand die zit te klagen over de omstandigheden waarin hij verkeert. Je zult ook nooit ontdekken dat Paulus tot God de Vader bidt of de Heer die omstandigheden wil veranderen. Uiteindelijk komt hij altijd terecht bij de genade van God. Er is één moment geweest, dat beschrijft Paulus, dan gaat het over die doorn in het vlees, weet je wel. Dan zegt hij van, nou, ik heb 3 keer aan de Heer gevraagd, maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Nou, dan is het ook klaar. Heeft hij zich erbij neergelegd. En hier ook. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht, in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. Alle dingen kan ik doen, kan ik aan, door Christus die mij kracht geeft. Kijk, en zo is het. Paulus heeft de Heer Jezus Christus leren kennen. En hij heeft ontdekt dat het nieuwe, dat dat van boven komt. Niet van hier op aarde. Weet je, daar kun je hoop op stellen. Maar die zal je beschamen. Nee, hij heeft zich gericht op degene van boven. In hoofdstuk 3, daar schrijft Paulus dat ook dan zo letterlijk. Hoofdstuk 3, vers 12. Dan gaat het over het aan de dood van Christus gelijkvormig worden. En het gaat over het aan het deel hebben of het komen tot de opstanding uit de doden. Dan zegt hij in vers 12, niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ook ik door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar ik doe één ding, vergetend wat achter is
mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, en dan staat er, de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Dat is wat Paulus doet. Je hoort wel eens mensen vragen van, nou, hoe sta jij nou in het leven? Nou, zo stond Paulus nou in het leven. En dat is toch wel heel mooi. Hij zegt van, ik vergeet wat achter ligt. Je kunt natuurlijk je verleden, wij hebben allemaal een verleden. Je staat er versteld van, maar iedereen van ons heeft een verleden. En waar je helemaal soms versteld van staat, dat is de wijze waarop dat verleden is ingekleurd. En wat er gebeurd is, wat je overkomen is. En nou ja, ga zo maar door. En we mogen als gelovigen ook zeggen, ik heb de Heer Jezus Christus leren kennen. Zoals Paulus dat zo mooi beschrijft in de Efezebrief, we hebben trouwens vanmorgen ook gehoord uit Colossense 1, dat wij de vergeving van onze zonden, van onze overtredingen hebben, door de verlossing van het bloed. En daarmee heeft God gezegd van, nu dat gebeurd is, ja, je kunt je nog wel druk maken in die wereld waarin je leeft, waarin het toch allemaal niet beter wordt, maar nu dat gebeurd is, is er geen enkele verhindering meer tussen jou en mij. Dat is wat God zegt. En er is zat om op terug te kijken. Als je aan Paulus denkt, Paulus die beschrijft dat eerder in dit hoofdstuk. Hij zegt, ik was een bruut, ik was een geweldenaar, ik was een vervolger van de gemeente. Ik heb mensen laten terechtstellen. Nou, ik zou haar zeggen, wie van ons heeft dat nou wel eens gedaan? Dat je eraan meegewerkt heeft dat iemand anders gestorven is. Nou, gestorven, dat klinkt dan nog vriendelijk, vermoord is. Paulus zegt, ik heb eraan meegedaan. Zo'n figuur was ik. En later zegt hij dan hier, maar ik mag dat wat achter ligt ook achterlaten liggen. Vergeten wat achter is, zegt hij, en mij uitstrekkend naar wat voor is, want het gaat vooruit. En als je met Christus vooruit gaat, dan ga je vooruit in de goede zin van het woord. Niet zo van, dan bereiken we weer een punt wat er altijd al geweest is. Nee, dan kom je in Christus heerlijkheid terecht. Ik jaag, zegt hij, naar het doel, de prijs van de bovenroeping van God. En dat, ik dacht van, dat is toch wel heel frappant. Dan zitten wij een hoofdstuk te lezen uit het boek Prediker. En Prediker betekent van de gemeente, van de geroepenen. Want dat betekent gemeente uiteindelijk, de geroepenen, zij die geroepen zijn en op grond daarvan een eenheid, een samenstel vormen. En nu hebben we hier uiteindelijk de grote roeper. En dat is God zelf. Hij heeft ons geroepen met de bovenroeping, met zijn bovenroeping. Wij zijn uit deze wereld getrokken, uit deze wereld geroepen. En we zijn gezet boven in de hemel der hemelen. Dat is de positie die we ontvangen hebben in Christus. Dus die hele kringlooptoestand die is voor ons doorbroken. Want God heeft het compleet nieuw gemaakt, compleet anders gemaakt. Hij heeft ons in Christus gezet. En als hij nu naar ons kijkt, dan ziet hij niet meer die mens die zeg maar aan het tobben is in deze wereld. Maar dan ziet hij een volmaakt persoon in Christus. Nou, dan denk ik van, hoe goed willen we het eigenlijk hebben? En dat is ook de reden daarvan dat Paulus zo vaak zegt van, mensen, je moet zoeken wat boven is. Ik heb al even wat gezegd over de wind en de geest. De Heer Jezus die vergelijkt de geest, de werking van de geest in zijn gesprek met Nicodemus ook met de wind. De wind gaat waarheen hij wil. Hij is er wel, je merkt zijn invloed, maar je ziet het niet. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En weet je wat daar letterlijk staat? Daarom is het zo belangrijk, hè, dat je nu en dan eens een keer even kijkt van wat staat er nou letterlijk. De Heer Jezus zegt niet, je moet opnieuw geboren worden. Hij zegt in de eerste plaats, je moet van boven geboren worden. Van boven. Dat is boven de zon. Dat is niet dat leven hier onder de zon, maar boven de zon. En zo
ja, hebben wij daar deel aan gekregen. En zo mogen wij zoeken wat boven is als gelovigen. Zien wat onze positie is in Christus. En dan mogen we ontdekken, ja, dat de Heere het alles wonderlijk wel gemaakt heeft. Het is helemaal perfect. Er valt helemaal niks meer aan toe te voegen. We hoeven ook niet ons druk te maken. We mogen ons leven leiden hier op aarde, maar we mogen dat doen vanuit onze positie die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dus broeders en zusters, hier beneden is het niet. We moeten voor boven, we moeten naar boven om te ontdekken, ja, wat God tot stand heeft gebracht in ons leven. En ook wat betreft de hoop die we hebben, die ligt boven. Dus een oud lied, dat zegt: het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. En zo is het. Amen. Zullen we de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u zo danken, Heere, voor uw zorg, uw liefde en uw genade, Heere, die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Heere, we willen u daarvoor danken. We willen danken, Heer, dat u elke dag met ons gaat en bij ons bent. Heere, juist in een wereld die door uzelf aan de vruchteloosheid onderworpen is. Een wereld, ja, die gekenmerkt wordt van heel veel van hetzelfde. Maar Heere, we willen u zo danken dat we zicht hebben mogen krijgen, ja, op de plek daarboven. Daar waar Christus is. Wij mogen zoeken wat boven is, waar Christus is. Heer, en hij zit in de voorrangspositie boven al wat is. En we willen u zo danken, Heere, ja, dat we weten mogen dat daar onze plek is, dat we onlosmakelijk verbonden zijn aan hem als ons hoofd. En dank u wel, Heere, dat we ook mogen weten, Heer, dat voor zover wij het leven hebben hier in deze wereld, ja, Heere, dat u erbij bent en dat u voor ons zorgt. En Vader, we lezen al in het Oude Testament dat de ogen van u, de ogen van de Heere, over de ganse aarde gaan om krachtig bij te staan hen wier hart naar hem uitgaat. En we willen u danken, Heere, dat ons hart naar u mag uitgaan. Heer, zoals de psalmisten het ook zeggen, dat ze u hartelijk lief hebben. En Vader in de hemel, dank u wel dat u die liefde ook in ons hart gelegd hebt. Heer, dat we vanuit de ontferming en genade, Heere, mogen leven, weten mogen dat we deel hebben gekregen aan de verlossing die u in de Heer Jezus tot stand hebt gebracht. En dank u wel, Heer, dat we het daarom in alle dingen van u mogen verwachten. U komt daarvoor toe, alle lof en eer. En Heere, dank u wel, ja, voor dat grote voorrecht dat we als kinderen en zelfs als zonen van u in deze wereld mogen gaan en weten mogen dat u in alle omstandigheden voor ons zorgt en bij ons bent. Heer, en zo mogen we elkaar aan uw genade toevertrouwen. En dank u wel, Heer, dat u door die genade in ieder leven van ons, in het leven van ieder van ons, tot uw doel komt. We danken daarvoor, Heere, uit genade. Amen.